Handen wassen is eenvoudig, maar het is belangrijk om het goed te doen. Maak de handen eerst goed nat. Neem dan wat vloeibare zeep uit het pompje. Wrijf de handen lang genoeg over elkaar. Zorg dat boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep. Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in. En wrijf ook tussen de vingers. Spoel de handen af. Droog daarna goed af. Vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers. En verschoon de handdoek regelmatig of neem een papieren handdoek. Dus, eerst nat maken. Zeep uit een pompje. Wrijf de handen in. Wrijf de vingertoppen. Wrijf tussen de vingers. Spoel af. Droog goed af en verschoon de handdoek regelmatig. Handen wassen. Doe het goed en vaak. De remiddels gaat 2 maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Nou, dan moet ik wel de opnameknop indrukken. Ik had er wat ingesproken. Gelukkig al in de datum. 14 Daily Minutes, 14 november 2021. Dit is het bulletin van zondag. Daily Minutes, regent bloepers. Daily Minutes, 14 november 2021, dit is het bulletin van zondag. Laat ik ze erin staan, nou wie weet. Ik begin vandaag met een kort stukje audio dat ik bij het speuren in het archief tegenkwam. Dit is papa Alpha. Die ken ik niet. Dit is papa Alpha 0. Die ken ik niet. Ja, laat me nou even joh, natuurlijk kennen we die wel. Dit is papa Alpha 0 Echo T. Nee, die ken ik niet. Nee. Ik geef het op. Dit is papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 22 november 2016 is het bulletin van dinsdag. Ik heb vandaag geen tijd om verantwoord een verhaal te herschrijven over de FPGA's, de programmeerbare logica. Maar daar kom ik morgen ongetwijfeld op terug. Ik ga wel enkele delen van de serie over de historie gebruiken. Nou, ik kom lekker uit mijn woorden vandaag, zeg. Dat is de haast, ongetwijfeld, waar ik ondergebukt ga. Ondergebukt. Maar goed, zoals gezegd, ik heb wat weinig tijd en ik zit wat onder tijdsdruk. Dat is het vooral. Dat ik dan toch maar mijn inspiratie even rust gun. En die FPGA's trouwens, die chips, die zijn een hoofdbestanddeel van veel SDR-ontvangers tegenwoordig. Dus daar zijn ze wel heel handig voor. SDR is trouwens ook zo'n fenomeen wat best wel grappig is, hè? Er zijn ontvangers zoals de WebSDR bijvoorbeeld van Twente. Die vangen dus het hele frequentiegebied van 0 tot, zo goed als 0, tot 30 megahertz in een omvormen van digitaal, of van analoog naar digitaal moet ik zeggen. En dan is dat hele spectrum in de vorm van digitale informatie als livestream beschikbaar. En iedereen die dus naar die ontvanger luistert, krijgt zijn eigen hapje uit die ontvanger. En uit dat hele gebeuren van data, wat dus het hele spectrum is. En krijgt daar dus een gedeelte van. En je kunt op die website kun je ook dat goed zien. Je kunt per dag een hele grote JPEG downloaden. En die laat van de afgelopen... Nou, dat is mijn wekkertje. Ik moest iets niet vergeten. De katmedicijnen geven. Ik zet hem maar even op snooze. Dan kan ik het zo doen als ik uitgesproken ben. Maar waar was ik nu? Nu ben ik helemaal van mijn apropos.
de WebSDR, dat hij dus dat spectrum helemaal naar binnen hapt en dat iedereen zijn eigen gedeelte eruit kan krijgen. Nou, er zijn dus verschillende manieren waarop die digitalisering in ontvangers plaatsvindt. Waarschijnlijk zitten we in een hybride fase of een tussenfase. Je had ooit ook dat zendontvangers grotendeels getransistoriseerd waren, maar voor een deel nog met buizen werkten. En omdat transistor-eindtrappen niet goedkoop waren, kwetsbaar, lastig te maken en dat soort dingen. Dus je ziet dat nu ook bij SDR, veel SDR-ontvangers, daar wordt, omdat bijvoorbeeld zo'n AD-converter niet hoog genoeg in frequentie gaat, of er niet groot genoeg frequentiespectrum in één keer naar binnen kan happen, gaan ze dus eerst op een traditionele manier naar een middenfrequent toe. En pas in het middenfrequent wordt alles digitaal. Dus er zit wel gewoon een ouderwetse mixer voor. Dat is een concept wat je veel ziet. Maar je ziet ook wel vormen waarbij dat nog verder doorgevoerd is. Bijvoorbeeld dat er twee middenfrequenten zijn, dat alleen de tweede middenfrequent digitaal is. En je hebt ook, dat noemen ze dan anders, dat noemen ze DSP, maar in feite is het gewoon hetzelfde. Dan wordt alleen in het audio of, ik geloof dat lage middenfrequent dan ook al wel DSP genoemd wordt. Bijvoorbeeld bij de FT897, daar gebeurt toch wel het een en ander in het middenfrequent ook. Dus je hebt verschillen in hoeverre het signaal digitaal verwerkt wordt. Maar digitaal kun je doorgaans meer dan analoog. Dat wil niet zeggen dat per definitie digitaal beter is. Maar bijvoorbeeld kun je synchrone amplitude detectie digitaal heel makkelijk maken. Terwijl dat kun je digitaal heel makkelijk maken. Terwijl het analoog hartstikke moeilijk is. Dat is bijna niet te doen. Dus dat is AM-ontvangst met een oscillator die gelokt is. Nou, digitaal is dat heel eenvoudig, omdat je eventuele verschillen gewoon makkelijk weg kunt rekenen, eventuele dingen die niet kloppen. Maar analoog is dat lastig. En dat geldt ook bijvoorbeeld, er is een SSB-methode waarbij de draaggolf niet onderaan het signaal zit, maar middenin. Dus dan heb je een pieptoon als je niet oppast, als de boel slecht afgeregeld is. En dat is analoog vrij lastig op te lossen. Digitaal is dat geen enkel probleem. Dat is echt topsimpel. En ik weet nagenoeg zeker dat de Xiego die ik heb dat bijvoorbeeld op die manier doet. Dus maar goed, een SDR-ontvanger is niet altijd helemaal SDR. Er zijn toch wel analoge delen aan. En bij zenders is dat ook zo. Je kunt niet met hoogvermogen een computer uitkomen. Nou ja, misschien kan het wel. Maar dan moet je toch wel hele ongebruikelijke computers gebruiken, die waarschijnlijk duur zijn omdat ze speciaal gemaakt moeten worden. Dus ja, dat wat betreft SDR. De eerste SDR-ontvanger, en ik weet eigenlijk niet of Pascal in zijn verhaal daar nog op ingaat, maar goed, ik vertel daar dan alvast wat over. Maar een van de eerste die heel populair was, dat was de Softrock. En Softrock is heel goedkoop. Dat is gewoon eigenlijk een directe conversieontvanger. En een directe conversieontvanger die heeft een slechte naam, omdat die toch wel een paar eigenschappen heeft die vrij lastig zijn. En echt heel goed, heel primitieve apparatuur is daarmee uitgerust. En bijvoorbeeld als je tegenwoordig een QRP-zendontvanger koopt, dan zit daar geen directe conversieontvanger meer in, maar een super heterodyne. De HW7 en de HW8, dat zijn heel populaire apparaten van Heathkit. Daar zat nog wel een directe conversieontvanger in. Met alle nadelen van dien. De kast heeft microfonie als je niet oppast. Je hebt heel gemakkelijk last van brom op je modulatie. Of op je geluid wat eruit komt. Omdat bijvoorbeeld een beetje van het oscillatorsignaal de ontvanger uitlekt. En dan ergens in een brugcel terechtkomt. Die brugcel die moduleert daar de lichtnetfrequentie een heel klein beetje op. Maar omdat je hele kleine signaaltjes in de buurt van die draaggolf wilt ontvangen, is een heel klein beetje brom is al voldoende om je ontvangst te bederven. Maar al die nadelen van zo'n directe conversieontvanger, die smelten als sneeuw voor de zon als je die directe conversieontvanger niet op een audioversterker aansluit, maar in plaats daarvan op de audiokaart van een gewoon willekeurige computer. En de software voor die Softrock, die was keurig in staat om dat uit te remmen. De Softrock had je nog wel een draaggolf midden in de band staan die je wilde ontvangen. Dat was de oscillator die in het interface zat. Maar ja, het interface bestond eigenlijk simpelweg uit een oscillator en een mixer en heel simpel filterwerk. En dat was eigenlijk de hele ontvanger samen met je computer en een geluidskaart. En de grap was, de prestaties van die ontvanger die waren echt heel goed. Dat was veel beter dan welke analoge ontvanger dan ook. Dat kwam dicht bij professionele apparaten. Ja, met alle nadelen die het ding wel had. Een draaggolf midden in het gebied wat je wil ontvangen. En die draaggolf die was heel sterk.
Het ding had maar een heel klein bereik, want ja, je bent wel afhankelijk van de geluidskaart. Als je een geluidskaart hebt die hogere frequentie ging, met een hogere samplingfrequentie, dan was het aantal kilohertz wat je met dat ding kon ontvangen zonder je kristal te veranderen, dat was veel groter. Maar het was toch een ding wat populair was en waar veel mensen mee experimenteerden 15 jaar of zo geleden. Amateurs waren vrij laat met SDR. En ja, tegenwoordig heb je dus al concepten voor de korte golf die gemakkelijk die hele korte golf aankunnen. En ook die hogere frequenties met het naar binnen halen en ook het uitzenden. Software voor zenders is heel eenvoudig, echt heel makkelijk te maken ook. Dus dat is ook nog wel grappig. Voor ontvangers is het wat lastiger, maar ook niet super ingewikkeld. En er zijn hele leuke tools voor. Daar hoop ik binnenkort wel aandacht aan te besteden met de hulp van Pascal. Onder andere GNU Radio. Dat is een soort blokkendoos met allemaal modules. En die modules die worden gemaakt onder open source condities. Dus door programmeurs her en der uit het land en uit de wereld. En als er weer iemand een nieuw leuk filtertje bedacht heeft. Nou, dan kun je dat gewoon als een blokje je GNU Radio inhalen. En je kunt dat in je ontvanger monteren om meteen uit te proberen. Dat is het leuke concept. Je hebt eigenlijk een blokschema wat je met dat programma maakt. Het enige is, het blokschema werkt. Dus, GNU Radio, daar gaan we dus later nog op in. Nou, ik hou het hierbij vandaag. Toch wat inspiratie wel, lijkt het, denk ik, toch. Er volgen nu nog enkele delen van de serie over de historie van onze hobby, uiteraard, zoals beloofd. Dit is deel 14 van de historie van onze zendhobby. We naderen de huidige tijd en daarmee misschien ook wel het einde van de historie. Nou ja, dat gaat gewoon door, maar in ieder geval het einde van de mogelijkheid om het daarover te schrijven. Maar goed, het is toch niet helemaal waar ook. Er zijn nog genoeg zaken die we nog niet hebben uitgediept. Ik hoop dat ik er genoeg over kan vinden. Maar wat ik zelf graag ook nog zou willen doen, is wat meer duiken in de historie van de legendarische amateurmerken. Sommigen spreken daarbij wat meer aan dan anderen. Collins, Heathkit en Allocraft zijn merken waar ik zelf graag wat mee zou doen. Misschien is het wel omdat de Japanse apparaten vooral zulke goede werkpaden zijn. Haast iedereen wilde wel een Heathkit of een Collins in de tijd en in mindere mate een Atlas, toch ook een uit de VS komend merk. Ik ga, als ik daar aan toe ben, gewoon op deze merken researchen en ik zie wel hoe lang het graven in die merken interessant blijft. Vandaag ga ik wat mijlpalen uit de amateurhistorie behandelen en wel vooral vanuit een Europees perspectief. Zo'n overzicht is ook heel goed om inzicht te krijgen in hoe oud bepaalde ontwikkelingen zijn die we nu vaak heel gewoon vinden. Ik begin daarmee in 1946. In dat jaar vonden in de VS de eerste verbindingen door amateurs plaats op de 10 GHz en de 21 GHz band. Die laatste band is later vervangen door de huidige 24 GHz amateurband. De eerste maanreflectie-echo's door amateurs werden in 1953 waargenomen. En de eerste tweewegverbinding via de maan door amateurs vond 7 jaar later in 1960 plaats. We noemden het eerder al, in 1961 werd de eerste amateursatelliet gelanceerd, Oscar 1. Deze werd in 1962 gevolgd door Oscar 2. Beide amateursatellieten waren passieve satellieten, dat wil zeggen ze hadden alleen een bakenzender aan boord en geen transponder. De eerste amateursatelliet met een lineaire transponder, Oscar 3, die kwam er in 1965. Om aan te geven hoe bijzonder dat was, Oscar 1 en Oscar 2 waren satellieten zoals Sputnik dat ook was. Tussen Sputnik en Oscar 1 en 2 zaten respectievelijk 4 en 5 jaar. De eerste amateurcommunicatiesatelliet met een transponder was dus Oscar 5 in 1965. De allereerste communicatiesatelliet überhaupt, dat was een militaire satelliet genaamd Courier 1B in 1960. De eerste burgercommunicatiesatelliet was Telstar 1. Die werd gelanceerd in 1962, slechts 3 jaar eerder dan de eerste amateurcommunicatiesatelliet. In 1965 ook, dus midden in de Koude Oorlog, vond via Oscar 4 de eerste amateurverbinding plaats tussen de VS en de Sovjet-Unie. Verder was 1975 het jaar van de eerste rechtstreekse verbinding tussen 2 amateursatellieten. Dit alles laat zien hoezeer amateurs bij een ontwikkeling als ruimtevaart voorop lopen. In de volgende aflevering behandelen we de belangrijkste mijlpalen van 1975 tot aan recent. Het meest recente wapenfeit is daarbij de eerste amateurverbinding door middel van reflectie, niet via de maan, maar via de planeet Venus. Die verbinding vond in 2009 plaats. Komen we bij deel 15 van de historie van onze hobby. In deel 14 vorige week had ik het over een aantal wapenfeiten tot aan 1975. In 1975 werd de eerste verbinding op 24 gigahertz gemaakt. Dus ook in hetzelfde jaar de band die in de plaats kwam van de 21 gigahertz band. De first ging naar 2 Engelse amateurs. De eerste verbinding tussen een amateur op aarde en eentje in de ruimte vond in 1983 plaats met een astronaut in de Space Shuttle. In 1984 vond in Zwitserland de eerste amateurverbinding plaats in de 47 gigahertz amateurband.
Een jaar later waren het opnieuw Zwitserse radioamateurs die de first maakten op 76 gigahertz. Zeven jaar daar weer na, in 1992, maakten Duitse amateurs het eerste QSO op 145 gigahertz. Let wel, niet megahertz, maar gigahertz, 1000 maal zo hoog in frequentie als de 2 meter band. De golflengte niet 2 meter, maar 2 millimeter. Een kwartgolf is voor die band dus een halve millimeter. Maar het kan altijd nog hoger, want een jaar later waren het opnieuw Duitse amateurs die de first maakten op 241 gigahertz. Een golflengte dus van 1,2 millimeter. Om aan te geven hoe bijzonder dat laatste was, deze verbinding in 1993 was de eerste verbinding wereldwijd in deze 1,2 millimeter band. Die zoals gezegd in Duitsland plaatsvond. De eerste verbinding op 241 gigahertz in Engeland was op 22 februari van dit jaar in de Daily Minutes te horen. De first in Engeland op die band vond plaats in februari van dit jaar. 23 jaar nadat dit in Duitsland lukte. Ik heb nog één first uit die periode en dat was in 2006 de ontvangst door amateurs van een signaal op 14,7 miljard kilometer afstand. Het betrof het signaal van de Voyager 1 sonde op 8415 megahertz, dus 8415 megahertz. En de ontvangst van dit signaal vond plaats door AMSAT Duitsland, waarbij gebruik gemaakt werd van een schotel met een diameter van 20 meter, die eigendom is van de Sterrenwacht in Bochum. De laatste meldpaal die ik noemde, dat was de eerste verbinding via Venusreflectie, maar die had ik vorige week al genoemd. Als je praat over de historie van onze hobby na 1975, dan zullen veel van de huidige amateurs zich deze historie nog levendig kunnen herinneren. Belangrijke ontwikkelingen van de jaren 70 zijn er denk ik twee zaken. De eerste daarvan is de opkomst van de Japanse amateurmerken. Merken als Yaesu en hetzelfde merk dat vanuit Zwitserland verkocht werd onder de naam Sommerkamp. En ook Kenwood en Standard hadden in het begin een slechte naam. Voor een deel was dat sentiment, voor een deel was het ook werkelijkheid. De Japanse apparaten hadden de naam goedkoop te zijn, ruis te produceren en slecht tegen sterke signalen te kunnen. Vanuit de VS zouden de goede merken komen, maar ook in de VS had je goedkope merken die niet in alle opzichten goed waren. Een andere belangrijke ontwikkeling was de komst van de FM-repeaters. Repeaters waren er eerder ook wel, maar vooral experimenteel. De eerste vergunningen voor repeaters stammen in Nederland voor zover ik weet uit de eerste helft van de jaren 70, vermoedelijk rond 1972. Toen ik zelf in 1975 amateur werd, waren er 3 FM-repeaters in Nederland die een legendarische status hadden en ook een heel groot bereik. PI3ALK zat in die tijd op 145-800 MHz en ging open met een 1750 Hz piep, net als de meeste repeaters in die tijd. PI3FLE die zat op een schoorsteen van de elektriciteitscentrale in Lelystad en werkte op 145-675 met een karakteristieke rotjepiep die in nadagen van de repeater steeds meer vreemde effecten ging vertonen. PI3AMR die zat op 145-650 op de AMR-centrale, waar de repeater overigens zat totdat deze als indirect gevolg van de gebeurtenissen op 9-11 in de VS en de verscherpte veiligheid op die plek vervolgens de plek moest verlaten. Er was in die tijd ook een zeer krachtige lineaire transponder, dat was PI3UHF. Die zat in Oosterbeek met een eindtrap met 2 vuurtorenbuisjes, 2C39 en volgens mij 2 gestekte klaverbladantennes. Die transponder die had een uitgang op 145-450, net boven de latere D-kanalen. En die was bij mij bijzonder sterk. Van 145-430 tot ongeveer 470 was bij mij tussen de S7 en de S9 ruis te horen van de transponder. Ongeveer in het midden van de door de transponder doorgegeven band zat verder een baken. Die zat rond 450 en die zond in langzame morsen de call PI3UAF uit. Ik weet niet of die daarnaast nog meer informatie uitzond. 70 centimeter was in die tijd overigens een band waar nog geen apparatuur voor te koop was. Apparatuur als PMR en LPD stammen van zeker 10 jaar daarna. Wel kwamen er uit de surplusmarkt soms UHF-mobielefoons, maar die waren ook uiterst zeldzaam. Het meeste verkeer op 70 centimeter vond plaats door mensen die in de X geïnteresseerd waren in SSB of CW, door middel van transfeurters die vanuit 28 of 144 megahertz werkten en die door mensen vaak zelf gebouwd werden. Verder waren er ATV-amateurs ook met zelfbouwapparatuur in die band. PI3UHF had een ingang zowel op 70 centimeter als op 23 centimeter. Karakteristiek was dat een paar keer per minuut, als ik me goed herinner, dat er even een zoomtoontje voorbij kwam. Dat zoomtoontje werd veroorzaakt door een radarsysteem op 23 centimeter, volgens mij gebruikt door de vluchtleiding van het vliegverkeer boven Nederland. Voor wie dat niet weet, het verschil tussen een repeater en een lineaire transponder is dat een repeater doorgaans alleen FM doorgeeft, of een van de digitale modus, en een lineaire transponder een stuk van een amateurband. Bij zo'n transponder maakt het niet uit of je CW instopt, of SSB, of FM, of DMR, of welke andere modus ook.
Als de bandbreedte binnen de door de transponder doorgegeven bandbreedte past, wordt het signaal doorgegeven. Een andere eigenschap is dat een transponder meerdere signalen tegelijk kan doorgeven, waarbij het zendvermogen gelijkelijk verdeeld wordt over de gebruikers. Transponders hebben vrijwel altijd een AGC en daarom moet je oppassen dat je niet te veel zendvermogen gebruikt op de ingang, anders maak je de transponder doof voor de andere gebruikers die minder hard door de transponder worden ontvangen. Bleepede bleep. We must take extreme measures to curb the pandemic. Only essential services remain open. Gatherings are prohibited. It's forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. These efforts aim to protect our healthcare workers, seniors, and loved ones. Let's comply with the lockdown and curfew to lower the risk of contracting COVID-19. Because our health is important. A message from the Gouvernement du Québec. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.